Ja, we zitten gewoon met een historische achterstand. Ik denk dat vrouwen decennia lang als een soort van tweederangsburgers zijn behandeld. Politiek, dat was niks voor meisjes. Allee. Blijkt ook gewoon uit het feit dat vrouwen 30 jaar na mannen in België pas stemrecht hebben gekregen. Dat is nu wel heel erg snel aan het veranderen. We zijn er nog altijd niet. Maar ik denk door een aantal van de wetten die gestemd zijn, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat in de top 2 dat er altijd een vrouw moet staan, dat er evenveel mannen als vrouwen op de lijst moeten staan, dat je nu ziet dat er echt heel snel vrouwen in de politiek komen. Hè. Bijvoorbeeld in het Vlaams parlement zijn er nu bijna evenveel mannen als vrouwen in het halfrond. Dat is iets dat ik alleen maar kan toejuichen. En dat gaat er volgens mij ook voor zorgen dat er op termijn nog meer vrouwen aan politiek willen doen. Want die gaan ook gewoon zien dat er heel veel vrouwen aan politiek doen. En er is niks zo krachtig als een rolmodel, als een sterke, mondige vrouw die gewoon het goede voorbeeld geeft. Dus ik hoop dat dat een aanmoediging is voor alle vrouwen om aan politiek te doen. Ik zou zeggen, claim your seat at the table. Ik bedoel, ik vind politiek superbelangrijk. Daar worden alle beslissingen genomen over de toekomst, ook over de toekomst voor ons als vrouwen. Dus wij moeten daar gewoon bij zitten. Wacht niet tot ze het je komen vragen. De politiek is nog altijd een wereld vol ego's, met veel ellebogenwerk. Dus je moet echt in jezelf geloven en je totaal smijten. En één keer dat je dan echt politiek actief bent, durf wat te vertrouwen op sisterhood. Dat is toch mijn ervaring. Heel veel vrouwen hebben soortgelijke ervaringen als ze in de politiek zijn gegaan. En dus er is heel veel sympathie, er is heel veel steun. Dus vraag gewoon hulp aan uw vrouwelijke en uiteraard ook mannelijke collega's. En de kans is zeer groot dat je dat gaat krijgen en dat ze je keihard gaan helpen en coachen. Niet altijd eigenlijk, maar dat hangt ook wel heel erg van de context af. Misschien is het ook omdat ik naar politieke normen nog altijd wat jonger ben, maar ik heb toch al een aantal keer echt het gevoel gehad als ik een zaal binnenkwam vol met mannen, dat die zoiets hadden van wie is dat madammeke? Dus ik heb het gevoel dat er toch nog altijd wat vooroordelen zijn naar vrouwelijke politica, zeker bij een oudere generatie. Ik heb het gevoel dat het Old Boys Network toch nog altijd bestaat. Hè. Een generatie mannen die echt al heel lang aan politiek doet, wiens vrouwen altijd zijn thuisgebleven, voor wie het ook normaal is om 's avonds nog wat te gaan doorboemelen en daarvan alles te arrangeren. En daar zijn de vrouwen dan niet bij. Dus ja, ze zijn er nog, die oude krokodillen. Ze hebben ongetwijfeld ook veel goede dingen gedaan voor ons land. Maar langzaam wordt het toch tijd dat ze opstappen, denk ik.